De volgende in de praktijk bij dokter Janine is Duncan. Hij heeft sinds een aantal jaar last van ongewenste vrouwelijke vormen. Nou, ik ben er eigenlijk elke dag mee bezig. Gewoon. Je probeert het altijd schoon te bedekken, zodat niemand het ziet met wat grotere truien of vesten. Hallo. Hallo. Hoi, ik ben Janine. Ik ben Duncan. Duncan, kom lekker zitten. Zo, vertel eens, wat kan ik voor jou doen? Nou, ik loop al een paar jaar met een probleem bij mijn borst. En het steekt zeg maar uit. En dat vind ik niet echt mooi staan. Dat zie je door shirts heen en zo. En daar heb ik een beetje moeite mee. Daar baal je van, hè? Ja. Ja. En hoe lang heb je dit al? Ik denk toen ik rond 14 jaar heb ik dit gekregen, denk ik ongeveer. En nu ben je? Ik ben nu 18 jaar. Nu ben je 18 jaar, dus 4 jaar lang loop je eigenlijk al met dit probleem. Ja, ik dacht eerst, dat zal wel weggaan, maar het werd eigenlijk een beetje erger telkens en het ging gewoon niet weg. Ja. Zo, dan gaan we eens even in de spiegel kijken. Nou, wat mij meteen opvalt, zijn die striën, zeg, die je hier op je schouders hebt. Dat weet ik. Dat komt door sporten. Wat doe jij voor sport? Ik doe breakdance en fitness erbij. Hoe is dat voor jou als je jezelf nu zo ziet? Ja, raar. Zo hoort het volgens mij niet te zijn natuurlijk. Echt, het is echt zacht. Het punt. Hier bij de tepel ongeveer. Je kan het echt ook echt pakken. Mag ik ze even voelen bij je? Ja, zo. Ja? Komt er nooit vocht uit? Ja, nee. Kijk, die borstvorming die ik nu zo bij jou zie, komt over het algemeen heel vaak voor bij jonge jongens. En dat heeft ermee te maken dat de hormoonhuishouding verandert. Maar normaal gesproken zien we bij meer dan 90% van de jongens dat het na 2 jaar eigenlijk weer afneemt, die borstvorming. Ja, bij mij niet. En bij jou niet? Helaas. Nee, bij jou is het echt helaas zo gebleven. Zo, kom maar. Oké, Duncan. Omdat ik zie dat jij echt heel veel last hebt van je borstvorming, heb ik besloten om je door te verwijzen naar een plastisch chirurg. Oké, is goed. Nou, dank u wel. Ja, fijn om te weten dat het toch verholpen kan worden natuurlijk. Opluchting, hè? Ja, zeker. Dank u wel. Heel veel succes, Duncan. Dag. Straks krijgt Duncan de operatie waar hij al jaren op heeft gewacht. Duncan kwam bij dokter Janine met een probleem van vrouwelijke aard. Zij verwees hem door naar plastisch chirurg dokter de Blecourt, die hem na grondig onderzoek geschikt heeft bevonden voor een borstreductie. De vergoeding van deze operatie is afhankelijk van je verzekering. Goedemorgen. Goedemorgen. We gaan deze kant op. Kijk, dit is je kamer. Ga verder. Ik ga je nou klaarmaken voor de operatie. Dat houdt in dat je operatiekleding aankrijgt. Ik ben helemaal niet zenuwachtig. Ik ben wel blij dat na zo'n lange tijd toch opgelost wordt. Hallo, Blecourt. We hebben elkaar een tijdje geleden gezien, hè, op het spreekuur. Ja. Dan gaan we tekenen, foto's maken en dan neem ik je mee naar de operatiekamer. Ja? Mag je even gaan staan en mag je draaien. Dan ga ik hier zitten. We gaan eigenlijk 2 dingen doen. We gaan een stukje klier hier weghalen. Dat zit direct eigenlijk achter de tepel en de tepelhof. En we gaan hier wat vet weghalen. Ja? Dus eigenlijk in de gehele borstregio. En dan wordt het allemaal een nuance, platter. Het is niet weg. Het wordt minder allemaal. Ja. Ja? Okay. Nou, ik kijk wel naar uit om weer gewoon normale shirts aan te doen. Want voorheen kon dat natuurlijk niet, van die strakkere shirts. Dat zag je natuurlijk. En dan is het zover. Duncan wordt onder narcose gebracht. En er zit hier nu nog klierweefsel achter, ja, zodat het niet een deuk wordt. En hieronder heb je dan gewoon de spier, de borstspier. Nu gaan we de liposuctie doen. We hebben in totaal ongeveer 250 cc vet weggehaald. Ongeveer een half glas wat er per kant aan vet is verwijderd. Dan hecht ik de klier weer terug. Hij kan morgen gewoon onder de douche. 6 weken geen sport. En verder gewoon luisteren naar zijn lichaam. Komt goed. Straks zie je het eindresultaat van Duncan's operatie. 2 maanden geleden kwam Duncan bij dokter Janine omdat hij last had van borstvorming. Zij verwees hem door naar een kliniek waar hij een borstreductie kreeg. Hi Duncan. Hoi. Hi, kom zitten. Zo, hoe is het met jou gegaan? Ja, ging allemaal goed. Ik zie zo al dat het plat is, maar ik wilde ook graag even zonder kleren zien. Ja. Dus trek ze maar eventjes uit, gaan we eens even kijken. Zo, dat is plat. Ja, zeker plat hè. Joh, joh, wat een verschil. Ja, eerst dat het die punt is helemaal weg. Het is niet meer zacht, dus ja, het is gewoon helemaal normale jongensborst hè. En hoe is dat nou voor jou als je zo in de spiegel kijkt? Ja, het is gewoon eindelijk weg. Het komt ook niet meer terug. Dus ja, helemaal blij mee. Ja. Wat je nog wel ziet hier zijn die hechtingjes hè? Ja. Bij je tepels. Nou, die gaan nog oplossen. En deze draadjes die zullen er dan afvallen. Ja, en dan zie je eigenlijk helemaal niks meer. Nee, inderdaad. Het is echt heel netjes gedaan. Ja, zeker. Hoe vaak kijk je nou in de spiegel op een dag? Ja, elke keer als ik een spiegel zie, dan kijk ik er wel in. Dus redelijk vaak dus. Nou, ik zie een hele gelukkige Duncan. Ja, ik ook. Super.